Het is een erg boeiend verteller. Indommelen zal er absoluut niet bij zitten vandaag. Bijleren des te meer. En ik wed dat we ook zelfs gaan lachen. Dames en heren, graag uw aandacht voor Jan Jonker. In de voorbereiding afgelopen week werd ik wel geweldig geholpen door de actualiteit. Dit is de grootste, een van de drie grootste kranten van Nederland. Zoals jullie dat ook hebben. Wij hebben de drie, AD, Telegraaf en dit. Dit is de serieuze krant, de twee andere die lees je niet. En daar was afgelopen vrijdag de kop. Je moet even, ik weet niet hoe goed je Nederlands is, maar de opwarming van de aarde zet toch door. Dat is, als je dat leest als Nederlander, dan denk je twee dingen. Goh, zaten we dan al 30 jaar bij het verkeerde eind? Dat is één. Maar de tweede is, die aarde die is maar bezig, zeg, met die opwarming. Zeg, nou, dat zet maar door dat. Nou, dus, maar dat was een serieuze boodschap in een hele serieuze krant. Dus het is wel aardig om te zien dat we in een debat zitten wat heel veel actualiteiten heeft. En dat debat, dat moeten we positioneren in eigenlijk lastige tijden, onzekere tijden. We hebben daar een uitspraak voor, niets is nog zeker en zelfs dat niet. Er gebeurt heel veel in Vlaanderen en ik zou Belgen willen toewensen dat ze soms wat minder bescheiden zijn. Omdat er ontzettend veel gebeurt, elke keer als ik in België kom denk ik dat ook en dat ook en dat ook. Maar er zit geen samenhang in en er zit ook geen drive in. En je mag echt vertellen dat je met deze dingen bezig bent. Nou, betekent eigenlijk dat we terecht zijn gekomen in een tijd waarbij we met een beetje beter het niet meer redden. Want we gebruiken alleen maar meer stroom, hè? Elke vorm van illusie dat naar beneden gaat is naïef. Dat duurzaam ondernemen ertoe doet, dat het leeft, dat het bestaat, dat het echt is, dat het reëel is. En ik hoop dat ze ook hebben onthouden dat er veel kan, veel mogelijk is, maar ook nog heel veel moet gebeuren. Dat betekent al die ontwikkelingen samen op weg naar die nieuwe economie maakt dat we eigenlijk met elkaar in een veranderingsproces terechtgekomen zijn. En dat we over een paar dingen heel goed moeten gaan nadenken. Echt heel goed moeten gaan nadenken, want anders dan verliezen wij ontzettend onze boterham. Ik vond vooral het debat aan het einde met de vragen uit het publiek het meest spannende, omdat mensen dan uiteindelijk loskomen en gaan vragen wat ze willen horen. En ik vond daar gewoon hele goede vragen bij zitten. En het had voor mij nog wel wat langer mogen duren. Omdat je uiteindelijk aan het eind van zo'n middag echt met elkaar in gesprek raakt. En dat, ja, ik vind dat belangrijk. Ik vind dat belangrijk dat je met elkaar die dialoog voert. De winst zit in het samenwerken. Het liefste wat mij betreft met de overheid, ja, vanzelfsprekend met bedrijven, maar eerst en misschien ook wel vooral met elkaar.